Jurie de Mol protesteert tegen sluiting stadionbar de aftrap. BMX-wedstrijd met wereldtop in Area 51. En Hardwell laat droomwens blinde Eindhovenaar in vervulling gaan. Ik zit te overwegen, maar ik moet het nog wel echt op een rijtje zetten of dat echt een hele verstandige is. Maar om de uren waarin er gevoetbald wordt in een aantal wedstrijden waarvan ik denk dat het een extra risico op gaat leveren, de aftrap gedurende die uren te sluiten. Het waren scherpe woorden afgelopen dinsdag. De aftrap moet dicht tijdens risicowedstrijden. Woorden die kwamen na de rellen van afgelopen zondag. Woorden ook die tegen het zere been waren van veel supporters. Eentje nam het heft in handen. Harry van Mol begon aan een vreedzaam, eenzaam protest op het Stadhuisplein. Niet om de rellen goed te praten. Rotzooi, oppakken, aanpakken. Diegenen die kwaad willen moeten gestraft worden. Maar wel om te zorgen dat de aftrap niet dicht gaat. Want volgens hem ligt het niet aan het supporterscafé dat de rellen ontstaan. Ik vind in deze namelijk dat de aftrap geen enkel belang betreft. Ik vind wat buiten op het plein gebeurd is en aan de overkant van de straat. En dan vraag ik mij af, waar is de verantwoordelijkheid van de uitbater? Ik vind zo, ik heb zelf in de horeca gewerkt, ook aan de deur. Als je er op een gegeven moment stront aan de knikker was, om het even lomp te zeggen, dan was het de manier van oplossen, netjes oplossen, zoals ook bij de aftrap gedaan wordt. Maar echt aan de straatkant is het geen aanpak meer van de verantwoordelijke, in dit geval de stadionbar de aftrap. Hij is al even in gesprek geweest met een aantal mensen van de gemeente. En hij blijft net zo lang staan tot er duidelijkheid is. Het kan zomaar eens zijn dat hij hier nog dagen staat. Nou ja, goed, laat mij maar staan. Ik doe het met een warm gevoel naar de aftrap. En naar alle supporters van PSV Stadion bij de aftrap. Want ik vind deze jongens en meisjes, ouders, zelfs met kinderen, zijn bezoekers van de aftrap. Dan moet gewoon deze gelegenheid moet er voor open blijven.